Yo mensen van een gamekanaal, het is tijd voor, waar is tijd voor? Een nieuw spelletje, alhoewel het is nog niet echt nieuw, het is ook nog niet echt een spel, het is een alpha game en het heet Arma 3. Je kent waarschijnlijk Arma 2 wel, we beginnen meteen. Ik wil eerst mijn verhaal doen. Je kent waarschijnlijk Arma 2 wel, dat is die ene game waar dus de DayZ, de DayZ mod is erop gemaakt. En dit is het vervolg ervan, of de game daarna. Arma 3, dat is een zogezegde oorlogssimulator. Je hebt ook dan ook echt superveel mogelijkheden. Ik ga eerst sowieso de controls al even laten zien. Ik heb ze al een beetje aangepast. Dat kun je waarschijnlijk ook wel kijken hier zo. Maar je kan al superveel van die shit doen. En dan ook allemaal die tapjes en zo. Allemaal knopjes die ik allemaal nog niet weet. Ik zet even het geluid trouwens wat zachter van dat ding. Want het microfoon. Microfoon. Nee. Kan ik niet gewoon alles in één keer zachter zetten? Of moet dat echt... per keer. Doe even zo. Nee, ik... Oké, wijs maar in basic. Zo. Ik kreeg even een melding van Windows. Wil je je dingen aanpassen? Oké, dit klopt. We gaan hem gewoon doen. Ik vind de graphics vind ik er echt super vet uitzien sowieso van deze game. Al kan ik hem niet echt op hoog, want dan kan hij niet meer... dit is volgens mij hoog. Alleen, voor ultra of very high... gaat niet meer lukken met opnemen. Zo zwaar. Of zo oud is mijn videokaart. Kan ook. Maar in ieder geval. Het is geen echte first person shooter. Oftewel, ik kan niet rushen. Misschien 3 kogels en dan ben ik echt dood. Dus ik moet echt rustig aandoen. Je ziet ook niet echt goed waar je enemies zijn. Dit is de showcase van de alpha. Oh, fuck. Gaan we al. Waar zit ze nou te schieten? Dit is de alpha showcase. Dat betekent dat dit gewoon offline is. Maar online is dit natuurlijk 10 keer zo leuk. Je hebt een free roam. Zit er in offline of online? Oh, ik ga proberen die gast daar neer te halen. Your fire is down the valley. het is een, hoe heet het? Ik ben alweer helemaal verhaal. Ik ben hier altijd zo geconcentreerd in deze games. Maar het is dus offline en online is het 10 keer zo leuk. Je hebt free roam, sandbox. Mensen kunnen zelf hun mappen maken. Ik kan zelf hierop ook mijn map maken als ik dat zou willen. Want er zit een level editor in de map. Oh, jongens, wat zitten we te doen? Kijk hier ook die schaduw echt. Je kan trouwens in hoe heet het? In third person mode, maar ik ben alleen opnieuw. Nou, ik schiet ze niet allemaal raak. Kom maar, kijk eens even om je heen. Dit is op het eiland, dat is die eerste map die je zeg maar krijgt bij de game. En dus de offline showcase van Infiltry. Ik ga ze denk ik allemaal doorgaan, het zijn er 4. Je hebt Infiltry, je hebt... Waar zit ik hier al op te schieten? Oké, een Benequary. Let's see. Oh fuck, hij zit daar. Oh fuck, ben je weg. Je hebt zeg maar ook nog van duiken, dat is nieuw in deze versie. Oh, daar lag hij. En van, wow, schiet zwaar ver. Hoe weet je wat het... Oh, hier. Ik zie erin lopen. Had ik hem raak? Je hebt ook geen hitmarkers, dus je kan het ook niet zien of je iemand raakt. Maar online is dit echt super vet. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik heb het wel al gezien, zeg maar, in video's. En het ziet er zo fucking vet uit als je dat met mensen doet. Gewoon rondrennen in de map en basis verdedigen. Over de hele map kunnen de oorlogen zijn. Of gevechten aan de hand zijn. En dit is dus eigenlijk gewoon eventjes hoe het werkt op de grond. Het is dus heel realistisch. Het is echt super realistisch. Je kan zeggen Battlefield is realistisch, maar daar is dit nog niks bij. Ik genoeg gezegd over de game zelf. Moet maar gewoon even kijken. Allereerst hoe fucking nice het eruit ziet, vind ik. Ik vind het echt mooi uitzien. Als je tegenover Arma 2 kijkt. Nog wel lelijk is, waar zou ik even gaan liggen hier zo. Waar heb ik ingesteld voor liggen? C. Of Z. Ja, Z. Hier, kijk. In het gras. En als je dan gaat lopen, dan zie je nog dat het gras zo stom plat gaat. Maar ja, het is nogmaals de alpha-versie dit. Alpha. Dat betekent dat de echte game eigenlijk nog moet komen. Op de berg daar ook. Oh fuck, hij schiet op mij. Kijk, het is dus echt super vet. Oh fuck. Tot ik die kerels daar nou nog niet kan raken. Het is fucking moeilijk. Ik kan ook... Nou, je kan ook niet de... echt gewoon sprayen als een malle. Want dan gebeurt er niks. Waar zit die kerel nou precies? Natuurlijk, BBB.
Ik liep door een boom heen. Oh, daar zit hij. Oh, fuck, fuck, fuck. Is hij down? Is hij down? Oh, dit is echt moeilijk. Facecam erbij, zodat je kan zien hoe geconcentreerd ik bezig ben. Heb ik hem? Changing Max. Ik zit er echt helemaal in, hè. Echt nu al. Gewoon in zo'n simpele fight. Je ziet die kereltjes gewoon bijna niet. Misschien heb ik mijn bril op moeten doen. Had ik ook wel kunnen zeggen, ja. Ik heb inderdaad een bril. Even dat je voor de mensen die het nog niet wisten. Ja, ik denk echt dat als je online gaat, dat ik hier echt gewoon zo'n scope op moet zetten. Even kijken of er nog leuke knopjes zijn. Je kan dus naast een boompje. Oh, ze zit al daar, joh. Kijk, je kan liggen. Ziet er echt cool. Alleen weet ik nog niet. Die kerel heeft zijn rug gebroken of zo. Er zitten natuurlijk nog heel veel bugs in, hè? Want nogmaals, het is alpha. Maar er komt nog een beta. En daarna nog een zeta, oftewel de full game. Dus ze zijn nog vol bezig met dit. En het was maar 25 euro, dus ik dacht... Ja, waarom niet kopen dan, hè? Ah, daar zie ik hem staan. Ze staat stil. Oh, zag je dat? Oh, hij viel neer. Je zag ook dat het even duurde, hè? Die kogels ook allemaal zo ver. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat vind ik zo'n leuk spel, hè? Nu al. Gewoon, ik heb er nu al gewoon genieting in. Wat gaan we doen, squad leader? On the move, ja? Oh, ik zie weinig beweging in zitten. Moet ik het initiatief nemen? Oh, wacht, jullie willen natuurlijk dat ik neergehaald word, hè? Klote kerels. Nou, dat ziet er dan weer een beetje crappy uit, maar dat komt gewoon omdat ik mijn PC niet zo... Wacht, kan ik dat aanstellen? Aanstellen? Ja, dat kan ik aanstellen. Traveling distance, langer ermee, langer. Oh, nou, het valt wel mee. Maar ja, maakt niet uit. Als je daarheen gaat, is het gewoon een ziek groot bos. Oké, die man daar al. Je ziet, ik heb nou die squad leader. Die geeft mij gewoon taken. Oh, ik zal gaan. Die geeft mij taken en die zie je dan wel een beetje op de map. Als hij zegt, ja, je moet die kerel neerhalen. Dan zie ik dat wel, maar... Ze zitten echt gewoon in dat stadje daar, hè? Inzoomen. Zat hem in de bosjes? Oh, ik ga erin. Oh, fuck. Hier. Waar zit hij? Waar zit hij, man? Oh, daar. Holy shit, er zit echt... Oh, fuck, ik ben geraakt. Had ik hem? Je ziet dus ook geen hitmakers, hè? Dus ik heb geen flauw idee als ik iemand raak. Maar ik blijf hier maar even bij mijn boompje zitten. He's down, oké. Okay. Is goed teken. Zie je daar een vogel ineens vliegen? Oké, okay, even reloaden. Al had ik nog 21 kogels. Oké, okay, nice. Ik heb het al moeilijk. Ik zag net volgens mij al blur. Dat betekent dus dat je gewoon fucking aan het uitbloeden bent. Ik ga maar bij jou liggen. Jij bent toch mijn medic trouwens? Nee, waar is mijn medic? Ik heb een medic. Man, 200 meters west. Teamleader. Carry, attack that rifleman. Gunnen jullie die? Oh, fuck. Carry, Nichols, engaging targets. Ga erbij liggen. Ik kan hem niet raken, heb ik zo het idee. Volgens mij zit hij ook achter de berg. Hier, check als ik nu doe, hè. Ik rol. Haha, fucking vet. Oké. Okay. Nou, ik ga proberen om er dichterbij te komen zonder geraakt te worden. Dat was dus blijkbaar ook wat ik moest doen. Oh, kijk die zon, hè. Oh, het is ook gewoon zo'n mooie omgeving. Ah, dat is nice, dat is nice. Saving game, please wait. Oké. Okay. Hoppa, gesaved. Move out. Waarheen? Ja, ik zie hem niet meer. Dan gaan we gewoon het stadje in. Copy, I'm on it. Nou, die kerel die zit er niet meer hoor.
Waar is de rest van mijn squad? Jongens, ik loop al een beetje voor, hè? Oh, hier heb ik neergeschoten. Oh, in zijn arm. In zijn arm, jongens. Oh, oh. Oh, fuck. Mordors? Komt goed, jongens. Komt goed. Got it, sir. Oké, waar moet ik heen? Eliminate spotters. Oftewel de mortar boys. Waar zijn ze? Where do I... Oh, wacht. Waar komt die motor vandaan dan? Gewoon de berg op, denk ik. Gaan proberen, jongens. De berg op, want ze komen toch van boven. Ze liepen net al uit de boven. Scanning heel. Oh, wacht. Ik moet wachten tot hij zegt dat ik... Oh, what the fuck. In de rots ga. Oké, jongens. Zeg maar waar ik heen moet. Dan ga ik erheen. Hier ligt trouwens een keer op de grond, hè. Alweer. Ook in zijn arm geraakt. Zonde. Oké, jongens, kom. Kijk nou uit, joh. Het is nog net trouwens niet dat al die gebouwen kapot kunnen. Dan was het nog net in Battlefield zelf. Hier. Je zag het net, hè. Als hij daar ligt, dan zie je ze gewoon echt niet liggen. Oké, we gaan nog maar wat verder omhoog. Ik hoop dat we niet in een 1-op-1 gevecht komen, want dan zijn we echt screwed. Even voor de duidelijkheid. Wat doe jij? Oh, kijk, een mooi stadje. Ik blur al een beetje, oftewel, ik ben net al geraakt. Zou die daar nog liggen, die kerel? Oh, fuck. Spot is located. Wat ze... Waar? Oh, fuck. Ik zie daar onderin een schermpje waar ze zitten. Denk ik. Zodat het is. Nou, er staat daar wel een target, maar ik zie hem daar niet zitten. Waar moet ik heen? Ik hoorde net een plonk. Waar zitten ze? Oh, ha voor waypoints. Ja. Task related. Oh, wacht hier. Oh, kijk eens. Heel klein in het groen daar, jongen. Heel klein in het groen. Oh, dat valt totaal niet op met de bos. Oké, daar zitten ze. Daar zitten ze. Kom, gaan we naartoe. Let's eliminate him. Oké, dit wordt dus sowieso 1-op-1, want het is tussen de bos. Kijk, zij toch, hè? Fucking mooie bossen. Hè? Kijk hier nou, dan kun je overal in, hè. In de dingen, in multiplayer is dit gewoon één hele grote map waar je gewoon kan spelen wat je wil. En is fucking vet. Kijk of ik niemand tegen het lijf loop. Waar is dat ding nou? Daar. Daar moeten we heen. Jongens, ik vind het spannend. Ook echt die krekels, hè. Die echte... Het ziet er ook gewoon super warm uit. En ik weet, het is echt... Het zou zomaar in Italië kunnen zijn, dit. In Italië was het ook echt zo met die bomen en die gras. En dan weer en die krekels. Ah, dit zou zomaar Italië kunnen. En die huisjes. Zou het Italië zijn? Nee, het is op een eiland. Had ik gelezen. Waar is nou het objective? Ben ik er al? Nee. Wat dood dan? Wat dood? Heb ik ze? Oh yes! Oh nee, wacht. Hoezo heb ik het nou gefailed? Jullie waren toch de spotters? Oh nee, kerel, ik heb mijn eigen teammaten vermoord. Oh, dat zie je dan ook. Ja, het was groen, maar ik dacht dat het enemies waren. Oh, oké. Maar ik weet nou in ieder geval waar ik heen moet. Faal. Ik dacht dat het de enemies waren, joh. Oké, Continue. Nee, ik wil restarten eigenlijk. Nou, niet de hele missie trouwens. Kom, resume.
Je zag het, hè, die vier tasken of dingen. Oké, kom. We gaan het fixen, we gaan het fixen. Ik zat er echt helemaal in. Ik zat van, oh shit, nou gaan ze komen. En ik zag een hoofdje. Dus ik denk gewoon volop schieten. Ik denk, waarom schieten ze nou niet terug? Want waar? Het is mijn teammaten. Spijtig. Spijtig. Lacey, engage that man. Alright. We gaan weer omhoog. Attacking. Attacking. Ik moet natuurlijk weer wachten. Oh, ja, ik blijf wel dit keer bij jou, automatic rifle, man. Ga erbij liggen, jongen. Heb ik dat target nog? Nou. Eerste keer, hoor. 75 meters south. Oh. Daar zijn ze weer met hun bollen. Ja, dat was dus mijn taak. Alleen toen kwam ik dus 10 maanden tegen die het waren. Wie ben ik eigenlijk? Corporal Carrie. Oké. Okay. Eliminate de spotters. Het was die kant op, hè? Oké. Okay. Boom. Even kijken, het is toch wel een beetje onduidelijk waar de spotters dan zitten. Moet ik nog niet even wachten? Tot ze zeggen dat er spotters zitten? Ah, oké, okay, nee, we gaan dus nog steeds die dingen... Maar ik ga alvast even een stukje lopen, want ik denk dat ik weet waar ze zitten al daar. Want daar was net ook de target, dus... Of is Charlie hier ook ergens aan het rondlopen? Tenminste, hij Charlie. Charlie in position. Zal het Team Charlie zijn of zal dat zijn naam... Oh, zijn naam zijn. Geen idee. Ik word geschoten. Kom op, kom op. Het zou vet zijn als je hier ook allemaal beesten zag lopen dan, hè. Dat je dan ook van die beren net zo vaak rijdt. Dat je ineens beren neer moet gaan schieten en zo. Die je aanvallen. Ah, dat zou leuk zijn. Maar dat is niet. Maar trouwens, nog alfa, dus het zou kunnen. Tot het er ooit weer bij komt. Nou, kom. Die kant op. Ze moet hier rechts zitten. Ik voel het. Ik voel het aan mijn water. Oh, ja, ik hoor het ook, denk ik. Press H voor more details. Ja, ik heb daar dus vrij weinig aan, hè. Dat kleine dingetje. H voor map. Oh wacht, het is de map. Denk ik. Maar ja, goed, staat het niet, nog niet ergens aangegeven? Ja, dat ding. Fuck it. Waypunch. Ha. Oh kijk, ja, hij staat er weer. Oké, we gaan er naartoe, hè, naar die kerels. Dit keer niet schieten. Oh, die wil natuurlijk ook ze komen helpen bij het uitschakelen. Oh, ah, snap het. Got it. Sorry jongens, sorry. Oh, what the fuck? Waar zitten ze dan? Waar zitten ze? Waar? Waar de fuck? Oh, daar. Zijn dat ze? Zo! Zijn ze dus wel? Maar wie zat ik dan net neer te schieten? Oh jongens, ik heb gewoon fucking bijna geen leven meer. Ik ben 2 keer, 3 keer geraakt en ik zit nu helemaal te stressen. Zie je dat tekentje? Betekent dat je een medic nodig hebt. Retreat, terugkomen. Waarheen? Oh, heavy artillery inbound. Rennen, rennen voor je zakgeld. Ahaha. Ja, ik moet daar helemaal achter naar die berg of moet ik gewoon die kant op rennen? Hier, ik heb medic nodig, jongens. Toch? Ik ga ervan uit dat dat tekentje medic is. Ik hoor hem ook helemaal kreunen en ik hoor mijn hart bonzen en alles. Ja, dat kan niet anders. Ik sprint hem gewoon weg, terugtrekken. So long, gay boys. Ik vind het genoeg geweest. Test complete. Retreat. Mission complete. Oh, 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 oh. Oh ja, zie je wel. Hier de hele stad snelle kloten.
Nou mensen, dat was even een kleine, ja, een proef, voorproefje of ja, naproefje. Een kleine smaakproeverij van de Alfa van Arma 2, of Arma 3. Ik wil het Arma 2 zeggen, maar het is Arma 3. De Alfa. Nou ja, ik zou zeggen, zoek gewoon even op Google waar je hem kan kopen als het je vet lijkt. Ik ga nog eventjes die andere dingen doen, want je kan dus ook duiken. Je hebt auto's, je hebt helikopters, dat kun je ook allemaal nog kiezen. Zoals je ziet hier, scuba. Ziet er ook al vet uit, hè, dat duiken. Vehicles, met een autootje rijden en helikopters. Dus ik ga ze denk ik allemaal doen. En nou, dan zie je er vast wel meer. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. Laat een reactie achter met wat je ervan vindt. Hoe je me vond spelen, of er tips zijn, of je nog tips weet. En wat je van het spel vindt natuurlijk. En dan zeg ik, vergeet niet te abonneren. Volg me op Twitter. En tot de volgende keer. Ciao.